Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Ik neem jullie vandaag mee naar een hele leuke hotspot hier in het Witte de Wit kwartier, namelijk Roes. Roes is een mix van een Rotterdamse bar en een Aziatische toko, dus je kan er heerlijk eten en lekkere drankjes doen. Roes is opgezet als een bar waar iedereen zich lekker comfortabel voelt en toegankelijk. Waar je gewoon lekkere cocktails kan drinken zonder te veel poespas. En daarbij comfortfood eigenlijk, dus ook in diezelfde lijn, lekker comfortabel en lekker zitten. Het is een bar natuurlijk, dus we hebben lekker bar bites, bitterballetje. Kiploempia, uieringen doen we lekker vers door de tempura halen. De sojaboontjes, altijd lekker. We hebben twee soorten bouwbuns. Daar hebben we een gamba versie van en een buikspek versie van. En dan hebben we ook nog lekker flatbread. Crispy chicken, dat is dan net wat groter. Twee soorten burgers. En dan de main dishes zijn eigenlijk een aantal variaties op de barbites. Alleen die worden geserveerd dan met patat en sla. Boven een voetbaltafel staan. Zeker, dat is het begin eigenlijk van waar we naartoe willen groeien. We willen eigenlijk groeien om FIFA toernooitjes te organiseren. Daarmee dus ook oldschool gamen, lekker Mario spelen of zo, dat soort dingen. Qua sfeer, wat vinden we daarvan? Ja, super leuk. Ook leuk dat er een beetje gewoon muziek op gaat. Het is lekker funky, gezellig. Lekker disco. Ja. En het personeel is heel lief. Het is echt een mix van Aziatisch en Westerse. Zeker een aanrader. Je kan lekker daarna nog de stad in of je blijft gewoon voor een drankje. En ze hebben heel lekker eten, hele gezellige mensen en ik ga nog een keertje terug.